Klimaatverandering is niet iets wat zal gebeuren over 10 of 20 jaar, maar het is nu aan de gang. Kijk in deze video naar 10 nare dingen veroorzaakt door klimaatveranderingen. 10. Uitsterven van ijsberen. Het Living Planet rapport, de belangrijkste publicatie van WWF die om de 2 jaar verschijnt, is een uitgebreide studie van trends in de wereldwijde biodiversiteit en de gezondheid van de planeet. Het doel ervan is om wereldleiders op te roepen een betere wereld te bouwen voor het leven op de aarde. Volgens dit rapport is de gemiddelde grootte van de populaties gewervelde dieren tussen 1970 en 2014 met 60% afgenomen. De totale dierenpopulatie is echter niet met 60% afgenomen, maar het rapport vergelijkt de relatieve achteruitgang van verschillende dierenpopulaties. Deze achteruitgang is te wijten aan verschillende dingen waarin klimaatverandering een grote rol speelt. De ijsbeer bijvoorbeeld staat al lang op de lijst van bedreigde diersoorten, maar volgens studies zal de ijsbeer waarschijnlijk in het jaar 2100 als gevolg van klimaatverandering compleet verdwenen zijn. Het zeeijs blijft smelten als gevolg van opwarming van de aarde, waardoor de ijsberen moeilijk aan hun voedsel kunnen komen om te overleven. Doordat ze veel meer op het land moeten blijven, wordt het jagen op zeehonden wel erg moeilijk. Aan het einde van de laatste ijstijd hebben de beren zich niet aangepast aan de warmere temperatuur, maar trokken ze juist verder het noorden in. Dit keer zal het vermoedelijk niet anders zijn. Volgens het World Wildlife Fund zijn er nog maar 22.000 tot 31.000 ijsberen die in het wild proberen te overleven. 9. Zinkende steden. Klimaatverandering beïnvloedt niet alleen het leven op aarde, maar zal ook ervoor zorgen dat historische monumenten en woongebieden verloren zullen gaan. Plaatsen zoals de meest romantische plek op aarde, Venetië, dreigen een drastische verandering te ondergaan. Wist je dat de stad langzaam aan het zinken is? Door klimaatverandering zal het waarschijnlijk voorgoed verdwijnen in de zee. In november 2019 maakte Venetië de meest ernstige overstromingen mee. Volgens de burgemeester was dit een direct gevolg van klimaatverandering. De waterstanden in de regio waren in geen 50 jaar zo hoog geweest. De waterstand piekte bij 1,87 meter. Alleen in 1966 bereikt het waterniveau een hoogte van 1,96 meter. Als er niet snel iets wordt gedaan, zal de iconische stad die bekend staat om zijn bijzondere waterwegen anders werkelijk voor altijd één worden met het water. Ook de hoofdstad van Indonesië is aan het zinken. In 2019 maakte de regering van het land bekend dat het van plan is om de hoofdstad uit Jakarta met 10 miljoen inwoners te verplaatsen. Noord-Jakarta is in 10 jaar tijd 2,5 meter gezonken en blijft gemiddeld 1 tot 15 centimeter per jaar zinken. Onderzoekers zeggen dat grote delen van de megastad tegen 2050 volledig onder water zouden kunnen zijn. 8. Voedseltekort in India. Klimaatverandering betekent ook dat onze voedselvoorziening in gevaar komt. Door de stijgende temperatuur van de aarde gebeurt namelijk 2 dingen met insecten. Hun reproductie gaat sneller en hun metabolisme neemt ook toe. Dit heeft als gevolg meer insecten op de aarde die meer willen eten. In 2020 werden gewassen in West- en Centraal-India vernietigd door enorme zwerven woestijnsprinkhanen. Dit was de ergste plaag die het land in 3 decennia heeft gezien. De sprinkhanen hadden al bijna 50.000 hectare akkerland vernietigd, alvorens er drones, tractoren en auto's werden uitgestuurd om het vraatzuchtige ongedierte op te sporen en ze te besproeien met pesticiden. De insecten hebben enorme schade aangericht aan de seizoensgewassen in beide staten. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties kan een zwerm van 40 miljoen sprinkhanen evenveel voedsel eten als 35.000 mensen, of 6 olifanten. De lokale bewoners van woonwijken in Jaipur, de hoofdstad van de deelstaat Rajasthan, werden overweldigd door de invasie aan insecten. 7. Meest vervuilde lucht in Portland. De lucht die we dagelijks inademen lijkt zo vanzelfsprekend. Het is er gewoon en je hoeft er niks voor te doen. Maar heb je er ooit bij stilgestaan dat ademen op een dag heel moeilijk zou kunnen zijn? Met het opschalen van fabrieken en het verbranden van fossiele brandstoffen heeft de wereld sinds 1751 1,5 biljoen ton aan koolstofdioxide in de atmosfeer gepompt. Maar ook wanneer er bosbranden uitbreken, komt er enorm veel koolstofdioxide vrij. In september 2020 kreeg Portland in de Verenigde Staten de titel van stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. De stad werd namelijk geteisterd door extreem rokerige lucht die overwaaide vanuit Californië, Oregon en Washington, waar er bosbranden woeden. Volgens de World Major City Air Quality lijst van IQ Air kwam Portland op de eerste plaats en versloeg verschillende grote steden die meestal bekend staan om hun slechte luchtkwaliteit, waaronder Beijing en Delhi. 6. Extreme hitte in Jacobabad. Het opwarmen van de aarde is het voornaamste gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd is het ook de voornaamste oorzaak voor de nare dingen op deze lijst. Het opwarmen van de aarde gebeurt nu op schrikbarend hoog tempo. Inwoners van Jacobabad in Pakistan
merken in de zomer het opwarmen van de aarde letterlijk aan hun lijf. In juni 2019 werd een abnormale hoge temperatuur gemeten van 51,1 graden Celsius. Het is er zo heet dat de boeren 's avonds door moeten werken omdat er overdag tussen 12 en 3 uur 's middags niet gewerkt kan worden vanwege de schroeiende hitte. Zelfs 's avonds is de hitte nauwelijks uit te houden. Met temperaturen rond de 40 graden Celsius hebben mensen in Jacobabad haast geen goede nachtrust. Terwijl veel mensen hun werk aangepast uitvoeren, heeft de airco-monteur het juist erg druk. Maar ook de doktoren van het Imam Medical Center hebben het drukker omdat ze tijdens de zomer gemiddeld 10 patiënten ontvangen die last hebben van de hittegolf. Hoewel de mensen van Jacobabad hun leven hebben aangepast aan de steeds stijgende temperaturen, komt er wel een punt dat aanpassing geen optie meer is. 5. Effecten op de oceaan. De alarmerende klimaatveranderingen hebben ook meteen effect op de oceanen. Een voorbeeld hiervan is de Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië. Het gebied beslaat meer dan 2250 kilometer en is het grootste koraalrifsysteem ter wereld. Maar stijgende oceaantemperaturen hebben koraalverbleking veroorzaakt. Vanaf 2020 onthulde een luchtonderzoek door de Great Barrier Reef Foundation de derde massale bleking in 5 jaar. Het was gevolg dat 60% van de levende koralen van het rif stierf. Het zal niet meer lang duren voordat de Great Barrier Reef tot het verleden behoort. Een ander effect van klimaatverandering is het stijgen van het zeeniveau. Het gemiddelde zeeniveau is sinds 1993 met 3,2 mm per jaar gestegen. Dit is slecht nieuws voor eilanden en kustgebieden. Kiribati is een klein eiland in de Stille Oceaan met 100.000 inwoners dat worstelt met de verwoestende gevolgen van het stijgende zeeniveau. 2 onbewoonde buureilanden zijn reeds verdwenen onder het water. Veel bewoners zijn reeds vertrokken van het eiland. Voor hen die achter zijn gebleven zal het helaas niet lang meer duren voordat Kiribati het eerste land zal zijn dat opgeslokt zal worden als gevolg van het stijgende zeeniveau. 4. Dodelijke huidziekten bij dolfijnen. Behalve dat de habitat van zeedieren bedreigd wordt, zijn ziektes onder dieren een ander gevolg van de stijgende oceaantemperaturen. Zo werd er voor het eerst een dodelijke huidziekte opgemerkt door onderzoekers van ongeveer 40 tuimelaars in de buurt van New Orleans na de orkaan Katrina in 2005. Er werden vlekkerige en verheven huidlesies op de dolfijnen hun lichaam waargenomen. Australische wetenschappers hebben in samenwerking met de Marine Mammal Center toen ontdekt dat de huidziekte een gevolg is van het dalen van het zoutgehalte van het water in kustgebieden. Kustdolfijnen zijn gewend aan seizoensgebonden veranderingen in het zoutgehalte in hun marine habitat, maar ze leven niet in zoet water. Door de toenemende ernst en frequentie van stormen zoals orkanen en cyclonen, vooral als ze worden voorafgegaan door droogte, worden ongebruikelijke hoeveelheden regen gedumpt die kustwater in zoet water veranderen. Deze omstandigheden kunnen maanden aanhouden, vooral na hevige stormen. Met de stijgende klimaattemperaturen hebben klimaatwetenschappers voorspeld dat extreme stormen vaker zullen voorkomen. De opgemerkte huidziekte bij de dolfijnen is helaas dus niet het einde, maar juist het begin van frequentere en ernstige ziekteuitbraken die nog zullen komen. 3. Waterschaarste. Water doet leven, maar wat als er niet genoeg schoon drinkwater is voor ons allemaal? Doordat weerpatronen worden verstoord door klimaatverandering, hebben we te kampen met extreme weersomstandigheden. Dit leidt op zijn beurt tot onvoorspelbare beschikbaarheid van water, verergering van waterschaarste en vervuilende watervoorraden. Ook kunnen stijgende temperaturen leiden tot dodelijke ziekteverwekkers in zoetwaterbronnen, waardoor het water gevaarlijk wordt voor mensen om te drinken. In 2019 kampte Chennai, de 4e grootste stad van India, met een ernstig watertekort. Met het opdrogen van de 4 waterreservoirs die de stadsbevolking gebruikt, werden inwoners gedwongen om elke dag in de rij te staan om water te halen uit vrachtwagens. Deze watercrisis van Chennai is slechts het meest ernstige voorbeeld van een aanhoudende droogte waardoor 8 miljoen mensen in India te kampen hadden met watertekorten. De mensen hadden bijna 200 dagen niet genoeg water voor hun dagelijks gebruik. Sommige bedrijven, zoals hotels en restaurants, moesten zelfs sluiten als gevolg van de waterschaarste. Volgens de Verenigde Naties hebben 4 op de 10 mensen te maken met waterschaarste. 2. Daling CO2-opname. Bossen behoren tot de beste verdedigers van de natuur tegen klimaatverandering. Volgens sommige schattingen absorberen de bossen ter wereld ongeveer 1/3 van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Menselijke activiteit ondermijnt dat natuurlijke potentieel. Wanneer bosbranden worden verbrand, komt koolstof die tientallen jaren nodig had om op te slaan, onmiddellijk weer vrij in de atmosfeer. De tropische wouden van de wereld krimpen met een duizelingwekkende snelheid en wel 30 voetbalvelden per minuut. Tussen 2015 en 2020 werd het ontbossingspercentage geschat op 10 miljoen hectare per jaar. Een land zoals Honduras was vrijwel geheel bedekt met bomen, slechts 0,5% van het land was niet bebost. Tegenwoordig blijft ongeveer de helft daarvan over, terwijl ongeveer 16% in een ongerepte staat is. Tussen 1999 en 2005 zag Honduras een afname van 37% in het bosareaal.
Andere landen waar er ook op grote schaal wordt ontbost zijn Nigeria, de Filipijnen, Benin, Ghana en Indonesië. 1. Bosbranden in Indonesië. Ontbossing veroorzaakt niet alleen een daling van de CO2-opname in de atmosfeer, maar heeft ook gevolgen voor de dieren die er leven. Veel landbouwers maken in de droge tijd gebruik van het weer en steken bosjes in brand om zo de grond vrij te maken voor de landbouw. Omdat de bossen van zichzelf al heel droog zijn, loopt een klein vuurtje meestal al snel uit de hand en is een bosbrand het gevolg. In 2019 werden er met opzet bosbranden gestart in de Indonesische provincie Jambi. Dit keer haalde Indonesië het wereldnieuws nadat de bosbranden snel in een gevaarlijke nevel veranderden. Het bos bleef branden, waardoor de lucht in de provincie zelfs midden op de dag een bloedrode kleur kreeg. De giftige rook die er hing was zoveel dat het zelfs werd gemerkt in aangrenzende landen zoals Singapore en Maleisië. Maar misschien het ergste van alles was het verlies van de dieren die in het bos woonden. Duizenden dieren die geen kant uit konden tijdens de brand gingen uiteindelijk dood. Ook gigantische slangen werden helaas het slachtoffer van het brandende bos van Indonesië. Na de brand werden verbrande karkassen van pythonslangen ontdekt. Deze zeldzame slangen met een lengte van ongeveer 9,5 meter en een diameter van bijna 20 centimeter werden helemaal verkoold. Enkele karkassen werden gevonden met de mond open, wat aangeeft hoeveel pijn ze moesten lijden voordat ze stierven. We kunnen er helaas niet meer omheen. Klimaatverandering is er en heeft direct effect op ons allemaal. Wat doe jij om dit wereldwijde probleem op te lossen? Ik hoor graag van je in de comments. Tot morgen voor een nieuwe en interessante video op dit kanaal.